leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Jeukvogel. Het is deze week de week tegen het pesten. En ik vind dat eigenlijk een hele belangrijke week. Geloof het of niet, maar ik werd vroeger ook gepest. En niet alleen door mijn ouders, maar ook op school. En dat begon eigenlijk al op de basisschool. Kijk, en ik snapte het niet, hè? Ik was aardig, grappig, slim. Ik deed eigenlijk nooit vervelend tegen mijn klasgenoten. Kijk, dit is een oude foto van mij. Ja, dit was toen een beetje de mode. Ook qua haardracht. En mijn moeder was gewoon heel handig in het maken van kleding. Ze kon zo goed breien dat als je haar een bol wol en twee breipennen gaf, dat ze binnen een half uur een nieuwe onderbroek voor me gebreid. Kijk, hier had ze bijvoorbeeld een vissenpak voor mij gemaakt. Dat was toen in de mode. Tenminste, dat vond mijn moeder. En dat droeg ik dan in augustus, 35 graden. Maar ja, het was mode. Kijk, mijn moeder had wel een vooruitziende blik, want zij wist bijvoorbeeld dat hipsters in de mode zouden komen. Alleen was ze een kleine 35 jaar te vroeg. Na de basisschool dacht ik, nou, nu ben ik er een beetje vanaf, maar op de middelbare school ging het pesten eigenlijk gewoon door. En dat was zeg maar een beetje het gangbare pesten. Rugzak afpakken, in de prullenbak gooien, als ik met mijn brooddoos zat, tikje eronder geven dat mijn brood uit mijn brooddoos viel. Weet je, dat soort pesten. Of ze gebruikten mij bijvoorbeeld als basketbal. Serieus, ze gingen met mij basketballen. Ik was namelijk niet heel erg groot. Sterker nog, ik was eigenlijk vrij klein. Zo klein dat ik in mijn eindexamenjaar HAVO werd uitgescholden door een tweede klasse voor brugpieper. En dus leek het mijn klasgenoten wel leuk om met mij te gaan overgooien. En toen het heel makkelijk ging, hebben ze het voor zichzelf wat moeilijker gemaakt door mij te proberen door de basket te gooien. En ik heb dat natuurlijk wel tegen de gymleraar gezegd. En die is heel boos geworden op mijn medeklasgenoten, omdat ze steeds misten. Na veel gesprekken met school hebben mijn ouders uiteindelijk toch een oplossing gevonden. En mij ingeschreven bij de plaatselijke basketbalvereniging als basketbal. En als team werden we eigenlijk heel succesvol. Ik kreeg zelfs speciale kleding. En we mochten meedoen met een schoolcompetitie in het buitenland. Kijk, hier gaan we op reis. Ja, en ik zit daar, in die tas. Ik ben er op zich wel goed uitgekomen hoor. Niet alleen uit die tas, maar ook uit die hele pestperiode. Dus op de lagere school werd ik gepest en op de middelbare school werd ik gepest. En het was niet makkelijk. En ik probeerde het eigenlijk een soort van om te draaien in mijn hoofd. Dat ik eigenlijk een soort van held was. Dat ik het leven van mijn klasgenoten eigenlijk leuker maakte, doordat ze mij konden pesten. En ik kreeg er een grote bek van. Ik leerde van me afbijten. En wat was nou zo leuk, laatst bij een reunie, dat al die pesters van toen nu een hele saaie baan hebben. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Dus eigenlijk pesten ze de mensen om zich heen. Nog steeds. Kijk, het mooie is dat pesters uiteindelijk zelf slachtoffer zijn. Dat heet karma. Omdat wij, de gepesten, een dikke huid krijgen. En heel goed van ons af leren bijten. We doen het vaak beter in de maatschappij. En uiteindelijk worden we vaak de baas van de mensen die ons vroeger pesten. En natuurlijk is het niet goed om terug te pesten. Maar ja, een heel klein beetje kan geen kwaad, toch? Maar even serieus, pesten moet de wereld uit. Want daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. En nogmaals, daarom ben ik groot fan van de week tegen het pesten. Omdat het ons bewust maakt van wat pesten is en wat het teweeg brengt. Een heel mooi initiatief is de WhatsApp game over Iris. Over een meisje met een YouTube kanaal dat heel erg gepest wordt. En als je aanmeldt voor die game, dan ervaar je eigenlijk van dichtbij wat ze meemaakt. Mocht je nou meer willen weten over die WhatsApp game, kijk dan even in de beschrijving. Daar vind je een linkje. En als laatste wil ik tegen iedereen zeggen, laten we niet alleen deze week stoppen met pesten, maar laten we gewoon sowieso stoppen met pesten. En dan nog even twee boodschappen. Als eerste voor de mensen die gepest worden, maak je geen zorgen, uiteindelijk kun je erom lachen. En als tweede voor de pesters, let op, als je zo doorgaat, eindig jij voor een paar jaar bij de Belastingdienst. Bedankt voor het kijken en ben je nou ook tegen pesten, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Hier heb ik nog een leuke video die je kunt kijken. En hier heb ik nog een andere leuke video die je kunt kijken. Maar je kunt ze ook allebei kijken in willekeurige volgorde. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan eventjes. En dan zie ik jou graag een volgende keer bij een nieuwe episode van Jeukvogel.